Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe vlog van mij. Leuk dat jullie kijken. Ik zit bijna op de 1000, of misschien tijdens deze video online gaat, al op 1000 abonnees. Daar ben ik echt super blij mee. Ik ben nu onderweg naar Sam, die ga ik even ophalen. Want die heeft me net even een berichtje gestuurd, omdat hij met me wou ontbijten. En we zitten weer bij George. Tada, Flemmy, goedemorgen. Lekker. We zijn weer terug van George en ik ben dus nu met Saar. Hi Saar. Hey. En we weten niet wat we aan het doen zijn, ze zijn allemaal zo moe. We weten niet wat we doen. Nee. Jorge, wat ben je aan het doen? Kijk, Jorge is op het dak. Jorge. Jorge is op het dak. Jorge. Hij heeft honger. Heb je geen sprinkaan aan? Nee, kom op. Huh. En nu? Hij gaat echt iemand dood bijten straks, denk ik, ouwe. Zo moe. Ik ook. Wel lekker. Dat was weer bij Sam en ik ga nu richting Julius, want bij Julius is iedereen aan het chillen. En Max heeft zo'n, ja, zo'n, hoe noem je dat? Dat skateboard wordt nu helemaal duf vanuit met die twee wielen. Waar dan zeg maar een soort segway, maar dan anders. Dus daar ga ik even op rijden, omdat ik dat toch wel heel gaaf vind. Dus op naar Julius. Watch Me Whip, Nana. Dat is dat nummer. Dat is trouwens een nummer die ik echt zo chill vind. Ik voel me dan helemaal Chris Brown-achtig. Watch me, nene. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nene. Oh, wat was dat? Ik denk dat het refrein komt. Maar niet dus. Ik ben eigenlijk thuis, laat even weten door middel van een duimpje of je de video leuk vond en vergeet uiteraard niet te abonneren. Ik heb trouwens 1000 abonnees en dat vind ik echt fucking chill, want ik vind het ook fucking leuk dat mensen mijn werk zeg maar echt leuk vinden en ook erkenning geven daarvoor door te abonneren. Dus als jullie nog mijn filmpjes kijken en je hebt nog geen YouTube account, please maak een, dat zou ik echt fucking fijn vinden. Ja, ik vind het gewoon echt heel cool, dus ik zit ook echt vol energie, omdat ik het echt gewoon heel cool vind dat mensen zeg maar mijn video's en al het werk en alle uren die ik erin steek, leuk vinden en waarderen. Dus echt bedankt voor jullie allemaal, alle abonnees en alle kijkers natuurlijk. En ik heb morgen weer lekker zin om een video te maken, dus ik zie jullie gewoon morgen weer. Doei doei! Trouwens, ik ben een veren van Lucas aan het sparen en dat doe ik omdat ik mijn eigen kussen wil maken van Lucas veren. Lijkt me heel leuk om gewoon op mijn eigen eend te slapen. Ook al klinkt dat heel raar en cruel, maar dat is natuurlijk niet hoe het echt is. Ik spaar lekker die veren, het duurt heel lang, maar dat maakt niet uit. En dan, ja, het is gewoon lachen.